Nu zijn we toe aan de laatste rit op de 500 meter. En daarin ontmoeten we Leslie Bader, 24-jarige Amerikaanse. En de enige vertegenwoordigster uit Zuid-Korea op deze afstand, Sun-hee Yoo. Zij houdt het nationale Zuid-Koreaanse record met 41,93. Beders beste tijd tot nu toe, 42,30. De laatste start op de 500 meter is een feit. En daarna zullen we de balans opmaken, maar die heeft wel in het hoofd natuurlijk. Blair Rotenboer, Turkania. Terwijl hier nog een opening van 10,99 op het ijs wordt gezet door de Zuid-Koreaanse. Verrassend en goed. En als die nou goed door die laatste binnenbocht komt, terwijl ze eerst nog lekker in de slipstream van die Amerikaanse meegaat. Ze gaat hoog die binnenbocht in, dat is goed. Dat moet op deze baan, wil je er goed doorheen komen. Niet te laag erin gaan. Ja, dat komt weer heel mooi uit de voorschijn. Keurig binnenbochtje gereden door Yoo, de Zuid-Koreaanse nationale recordhouder. En kijk, de tijd wordt 40,92. Alweer een nieuw nationaal record. En 41,57 is opnieuw een persoonlijk record voor Bader. Ik ga het niet nog eens zeggen wat ik al zo vaak gezegd heb. Maar het staat er dan toch alweer. Het nieuwe Zuid-Koreaanse record. En het nieuwe persoonlijke record voor Leslie Bader. Nou, dat was het dan. Het was een kort optreden, maar hier staan ze. Bonnie Blair met het nieuwe wereldrecord van 39,10 wint Olympisch goud. Rotenboerder verbeterde ook het oude wereldrecord met 39,12. Verdient ze zilver. En Kania met 39,24 bleef ook onder het oude wereldrecord en verdient daarmee brons. De vierde plaats gaat ook naar de DDR. Angela Stanke met 39,68. En de Japanse Hashimoto met 39,74. Dan zesde Shelley Reed. Op de zevende plaats de Koedel, moet je echt in dit geval zeggen. Monika Gawenus uit West-Duitsland in weer een nieuw record. Choco Fusano uit Japan 8, Schieve. De bronzen medaillewinnaar van 4 jaar geleden 9e. En de vierde Oost-Duitse nog binnen de top 10. Andrea Erich op een 10e plaats in 40,71. Dat was het. Het Nederlandse schaatsen hier op de eerste afstand van het vrouwen optreden in Calgary was absoluut onder de maat. Ik kan het niet anders en niet vriendelijker verwoorden. De feiten spreken en die moet ik slecht verwoorden. En zo zei het. Nog Christina Aafdink, nog Ingrid Arenga heeft hier ook maar iets laten zien waarvan we kunnen zeggen dat geeft vertrouwen voor de 1000 meter later deze week. Een spijtige constatering. Het zij zo, het is niet anders. Een fantastische eerste 500 meter. Dat wel als we kijken naar de toppers. En met die constatering geef ik u dan graag terug aan de studio in Hilversum.